DvS TV, Weekjournaal, dit keer met de trainer van het tweede elftal van DvS 33... ...wat helemaal bovenaan staat en zaterdag een belangrijke pot speelt, Pascal Diender. Dat klopt. Welkom. Eh, Pascal, eh, het tweede begint in de competitie weer de overwinningen aan elkaar te rijgen En dat is eventjes een tijdje weg geweest, maar vier aan kop, Pascal. Nou, vier aan kop, we staan weer bovenaan. De groep is groot, was ook groot. Afgelopen zaterdag redelijk gunstige uitslag, waardoor we alleen uh, aan kop uh, zijn komen te staan. Uh, ja, goed klopt. Een aantal weken uh, iets minder gedraaid. De laatste weken wel weer wat punten gepakt. En uh, nou ja, met de uh, koppositie als, als gevolg. Jij vindt uh, HHC, uh, twee, uh, de HHC 2 eigenlijk de grootste concurrent. De meest geduchte en de best voetballende uh, concurrent. Maar AZSV uh, kan er ook wat van. En die staat maar een puntje achter jullie, of niet? Nou zeker, en die hebben we het begin van de competitie ook heel goed gedraaid. En, uh, nou, het is ook meer mijn persoonlijke voorkeur dat ik zeg van uh, HSC wil net als DVS uh, ja, spelen zij om te winnen en, uh, en niet een wedstrijd om niet te verliezen en dat is natuurlijk een hele andere insteek van het spelletje hoe, hoe gespeeld kan worden. Uh, het een is niet beter dan het ander, het is puur een voorkeur uh, wat je daarin hebt. En ik vind dat HSC wat dat er gaat, uh, ja, een echt goed voetballende ploeg is. Jullie verloren geloof ik, als ik goed geïnformeerd ben, twee keer bij tegen AZSV. Hè? Ja, klopt. Ja, uit wedstrijd kwamen we 1-0 voor. Vrij snel. En toen kwamen we na 20 minuten met, uh, met 10 man te spelen, kregen we een rode kaart. En uiteindelijk hebben we daar, uh, daar verloren. Ja. Zaterdag spelen jullie tegen Berkum 2. Uh, Berkum, dat, is een, dat moet jou als bekend in de oren klinken. Ja, zeker. Hartstikke leuk. Het is leuk dat Berken het goed doet. Dat we een grote groep hebben bovenin. En dat we juist uh, zaterdag tegen elkaar spelen. Het uh, nou, is altijd leuk om tegen een, uh, een ploeg te spelen waar je zelf hebt gezeten. Waar je ook met veel plezier hebt gewerkt. Dus dat uh, nou, wordt een leuke wedstrijd. Het uh, eerste speelt niet. Dus uh, je hebt misschien wel even wat uh, meer de ruimte ook, uh, ook op de bank, natuurlijk. Qua nou, spelers, hè? Ja, dat klopt. Alleen je hebt nu natuurlijk in deze fase van de competitie zit je natuurlijk met aantal spelers die bij één al de nodige minuten hebben gemaakt. Die niet meer terug kunnen naar twee. Uh, dus we zullen grotendeels met dezelfde groep uh, ja, spelen zoals we die altijd doen. Dus, ja, maar een man als uh, Lars Dekker uh, die heeft nog weinig minuten gemaakt in het eerste. Die, die speelt, kan waarschijnlijk zaterdag wel spelen toch? Ja, klopt. die, uh, die Zaterdag is hij erbij. En uh, ja, dat is mooi en zeker ook goed voor hem dat hij weer minuten kan gaan maken. Dus uh, een mooie wedstrijd. Jelle Zeeboer heeft ook zijn eerste minuutjes gemaakt in de hoofdmacht. Uh, net nu die heeft besloten om uh, naar hier te gaan. Verstandige beslissing? Uh, ja, verstandige beslissing. Het is een beslissing aan hem. Ik vind het hartstikke jammer. Uh, wat dat gaat, vind ik het niet verstandig vanuit het oogpunt. Het is een jonge jongen. Uh, net de eerste jaar senioren gekomen. Uh, in mijn ogen potentieel om ook eerste elftal spelen bij DVS te worden. Alleen je weet uh, op het moment dat je in een tweede elftal speelt dat je uh, ja, toch ook de tijd moet nemen om die stap te maken. En ja, de stap te maken van reserve hoofdklasse naar derde divisie bij een eerste elftal is, is groot. En uh, ja, daar moet je toch wat tijd in steken, vind ik. En wat dat er gaat, vind ik het jammer dat hij weggaat. Uh, het is een leuke jongen voor de groep. Uh, heeft wat dat er gaat wel de goede mentaliteit. Om te willen slagen. Uh, het verbaast me dan ook enigszins dat hij dan nu toch heeft besloten om naar hier te gaan. Uh, wat uiteraard niks afdoet aan de club hier, Maar meer dat ik zeg van ja, je hebt de opleiding hier bij DVS uh, gehaald, je hebt de uh, stap gezet naar de senioren. Nou, dan had ik nog een jaar geïnvesteerd om uh, Jan te zorgen dat je dichtbijeen komt. Zeker uh, ook omdat hij het uh, ja, prachtig vond, heeft hij ook in een interview uh, verklaard om in die talentenpool ook uh, bezig te zijn. Hè? Die loopt nog steeds. Ja, die loopt nog steeds. Vanavond gaan we weer trainen. In uh, nou, het verhaal wat ik net zei, uh, die talentenpool is er ook op gericht. Dat je afhankelijk van uh, ja, het moment dat we instappen, zeg maar, we zijn nu natuurlijk net mee begonnen. Maar dat we zeggen van jongens die in de A zitten, jongens die in de tweede zitten. Ja, reken twee, drie jaar voordat je voorwaardig eerste helft te speler bent. Uh, dus ja, die tijd moet je daar ook in nemen. En uh, nou ja, je ziet het eigenlijk bij alle clubs zie dat gebeuren. Ook een succesje voor uh, Matthijs uh, van Duschroot, die toch een, een contractje in de wacht heeft gesleept. Ja, zeker, maar het is sowieso een goede zaak. Je ziet het meer, jongens die volgend jaar bij de A-selectie aansluiten. Jongens die nu ook bij uh, Jordi van Zellen bijvoorbeeld, die dit jaar uh, uh, de zeg maar, bij de eerste selectie heeft gezeten, veel heeft getraind, wedstrijden heeft gespeeld bij twee. Ja, nu uh, volgend jaar weer een stapje moet zetten. En zo is dat voor, uh, ja, voor iedere speler, moet je zorgen dat je iedere keer realistische doelstellingen neer gaat leggen. En uh, ja, het is mooi dat er een aantal jongens bij de A-selectie aansluiten. Precies, hele mooie ontwikkelingen. En uh, uh, de wedstrijd van uh, aanstaande zaterdag, hoe laat begint die? Wij uh, spelen om 12 uur. De uh, wedstrijd zou eerst middags gespeeld worden. Uh, omdat er uh, ja, verder geen wedstrijden zijn. Dus dan was het ook leuk om smiddags te spelen. Maar is toch bijgesteld na 12 uur. Vanuit de uh, DVS-TV uh, standpunt uh, hopen we dat, uh, dat het een kwartiertje later begon, begint. Omdat er een uh, filetje is ergens. Want onze cameraman die komt net even wat uh, later binnen. Maar hij wordt uh, helemaal uh, opgenomen. Nou, hartstikke leuk. leuk. Okay. Tot zaterdag. En heel veel succes in de voorbereiding. Dankjewel.